Voor zijn Abeland in 2023 met de eerste aflevering van Beleef Kerkrade Televisie. De eerste aflevering met nu interviews. En wat kunnen we daar beter zien dan in een Janse nieuwe weerschap in Kerkhoor? Ja, die ook nog weerschap heeft. Dus we willen het niet onnodig moeilijk maken, ingewikkeld maken. Maar de weerschap is de weerschap van Kerkhoor. Pas nu hij op de maat verhuisd van de Eck naar een vroeger de Rabobank. Waar en daar ontvangen we deze middag Jans speciale gasten. Voor hand hij zum Beispiel de drie hoogheden op bezoek. De drie stadshoogheden van Egelse, van West en van Kerkhoor. Voor hand René van Drunenhey, dat is onze wethouder duurzaamheid. Voor hand hij, daar kijk ik even op het briefje, Mark Schäfer en Sven van der Linde van Roda 62. Voor hand natuurlijk in dit oorklinkbeestje van Lovens uitzending door Jo Schmeets met zingen Winnende Slager. En zum Schluss ging van een rondleiding, dus dat ik precies kan zien wie zit dat nu hij en nee, hij in de wetenschap. We wensen u veel plezier met deze aflevering en vervangen aan met onze wethouder duurzaamheid René van Drunen. René, ja. Van harte welkom. Dank je. Op Beleef Kerkrade TV, wethouder van duurzaamheid. Ja, onder meer. Onder meer. Wat zit er nog meer in de portefeuille? In mijn portefeuille zit ook nog jeugdzorg en jeugdbeleid, maar ook nog milieu en afval. Aha. En volksgezondheid. Nou, dat zijn drie pakketten waar je de handen vol aan vol hebt, denk ik. Ja, precies. Ja. Ja. En, maar ja, leuk werk. Zeker in deze tijden, want het gaat toch heel vaak over volksgezondheid, duurzaamheid, jeugd. Ja. En vanmiddag praten we over duurzaamheid. Ja. En als je dan kijkt van, wat er de laatste tijd allemaal gaande is over de energieprijzen bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Die de pan uitreizen waar heel veel mensen door getroffen worden. Kan je iets vertellen hoe Kerkrade daar actie in onderneemt? Ja. Nou eerst, de energiearmoede is voor Kerkrade, met name voor Kerkrade, een heel groot probleem. Ja. In de Parkstad-omgeving is de zwaarst getroffen regio met betrekking tot energiearmoede. Hier wonen de meeste mensen die in slechte huizen wonen en ook nog weinig geld hebben. Ja. Om cijfers te noemen, in Kerkrade staat ongeveer 40% boven het landelijk gemiddelde. Over heel Parkstad betreft het eigenlijk duizenden mensen die in de problemen mogelijk komen deze winter. Vooral na deze winter. Als ze de gasrekening moeten gaan betalen. Ja. Of überhaupt kunnen betalen. Dus die mensen moeten dadelijk kiezen tussen koken of stoken. Tussen schulden maken of maaltijden voorbereiden. Waar kies je dan voor? Ja, precies. Dus we zijn dus begonnen als Parkstad. Je kan bijna niet kiezen eigenlijk. Nee, die keuze is onmogelijk. Ja. Dus we moeten het gewoon samen aanpakken. Dat hebben we dus ook gedaan toen ik wethouder werd. Begin vorig jaar. Om meteen die zaak aan te pakken met de gelden die we hebben gekregen van het Rijk. Ja. Om die te verdelen onder de mensen. Met de behulp van een zogenaamde e-knip. We geven ze €250. Plus de mogelijkheid om een energiecoach in te huren. Die bekijkt in hun woning of wat. En die coach gaat je eigenlijk heel laagdrempelig dan helpen met waar kan je nu. Hè? Die komt dan binnen en die zegt je moet daar wat leidingen gaan isoleren. Of je moet daar een soort folie achter de verwarming. Exact, die dingen, daar kijkt hij even heel snel naar. En die zaak, of je moet een betere douchekop pakken. En die zaken die kun je dan meteen ook zelfs dan aanschaffen, want je krijgt ook nog ongeveer €250 van ons erbij. En dat zei je, dat is een e-knip, dus dat is een soort voucher. Digitale portemonnee. Yes, ja. Die kun je dus inleveren. Die voucher kun je inleveren bij de Hornbach of elke andere winkelpraxis. Ik weet niet of die meedoen. Maar daar kun je ze inleveren en kun je ook duurzaamheidsmaterialen verkopen. Kun je besteden? Ja, die kun je dan besteden. En heb je ook enig idee hoe dat bij die mensen aankomt, hoe dat werkt in de praktijk? Ja, de energiekoop. Je maakt een afspraak met de woonwijzerwinkel, die hebben we ervoor, die doet de uitvoering. Ja, die zitten bij de Roda. Bij de Roda. Ring. Roda Ring, bij het Roda IC-stadion. Ja.
Dan kun je een afspraak maken en dan komt de coach op bezoek en die gaat dan met jou bespreken. Gaat eerst door de woning lopen, kijken wat er aan de hand is en bespreken hoe je het beste die 250 euro kunt besteden op dat moment. Heel snel en kort. Daarnaast bekijkt hij ook via het inteken hoe die woning eruit ziet. Of er problemen zijn en die gegevens die krijgen we dadelijk en die geven we door aan bijvoorbeeld woningcorporaties om verbeteringen aan te brengen. En, dus. En heb je ook een beeld van hoe mensen dat vinden om zo geholpen te worden? Hè? Want daar zit natuurlijk ook altijd iets in van... Ik ben zelfs een aantal keer meegegaan. Ja. Ze zijn heel erg blij. Met name zijn ze blij omdat dat ze nu weer het gevoel krijgen dat de overheid of deze gemeente iets voor ze doet. Ja. En met name omdat je dan echt aan de deur belt. Ja. Dat zijn we overigens ook van plan in de diverse wijken waar wij weten dat er heel veel problemen zijn en die zich waarschijnlijk nog niet gemeld hebben of kunnen hebben. Ja, want de gemeente heeft natuurlijk wel een beeld van waar zich dat allemaal afspeelt. We weten ongeveer waar zich dat allemaal afspeelt en we proberen die ook daar te bezoeken. We gaan dus ook de wijken in. Ja. Maar dat is de volgende tranche. Dat is de volgende stap. De volgende stap. Dit is echt zeg maar... hoe zou je dat kunnen zeggen? Eerste hulp bij... Ongelukken bij de eerste winter die we nu gehad hebben. Nu gaan we dadelijk evalueren, kijken hoe is het gegaan. Ja, want ze hadden natuurlijk al een energietoeslag, hè? Dat krijgen mensen. Ja, die krijgen ze. Je hebt het prijsplafond. Krijgen ze dit jaar weer, precies. Maar de vraag is of dat echt helpt allemaal. Ja, volgens mij zijn het allemaal pleisters. Helpen doet het echt niet volgens mij. Maar goed, we gaan evalueren. En bekijken welke volgende regelingen, welke volgende acties we ondernemen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld de weetgoedregeling. We gaan naar de mensen toe om bijvoorbeeld te kijken of oude ijskast vervangen kan worden. En dan kunnen ze ook geld voor krijgen. En dan krijgen ze, een tegemoetkomen voor de vervanging. Voor een oude apparaat mogen ze inleveren. Exact, ja. Dat is de volgende stap. Ja, en je zegt net, het zijn allemaal pleisters. Hè? Dus je moet eigenlijk... ergens vooraan gaan beginnen. Hè? Want, hoe bouwen we huizen die duurzamer zijn, die minder energie nodig hebben? Exact. Dat is het bouwen. Dat is nieuw. Ja. Die bestaan daar. Maar we zitten in Kerkraden met een heleboel oude woningen uit de jaren. Ja, zeker. Oude, niet geïsoleerde woningen. Het allerbelangrijkste voor nu, we moeten ook als Nederland van gassen, maar het allerbelangrijkste nu is, die woningen moeten geïsoleerd worden. Ja. Daar moeten we echt aan werken. Daar kan je de winst behalen eigenlijk. Daar kun je de winst behalen, ja. Dus elke geïnvesteerde euro in isolatie krijg je weer binnen een paar maanden terug en dan verdien je aan. Ja. Dat levert gewoon geld op. Ja. Dus, en dat is ook de reden waarom wij vorig jaar ook zijn begonnen met de Energie- en Klimaatfonds. Dus een soort regeling waarbij de mensen geld kunnen lenen bij de gemeente voor een schijntje eigenlijk voor een bedrag van de rente 1,5% tussen de 1000 en 35.000 euro om hun eigen huis te isoleren. Ja. En er is al een flink deel opgesoepeerd. Dat is bijna op. Ja. Die 3 miljoen die we daarin gestopt hebben, die zijn bijna op. Ik heb zojuist begrepen dat er nog 3 ton over is. Ja, dus je moet snel zijn als je nog mee wil doen. Ja. En nu nog even, wat ik nog wilde weten, dat is dat steenbreek. We doen verschillende acties om de zaak te vergroenen. En steenbreek heeft alles te maken met het probleem van het klimaat. Ja. We merken in eigen zo bijvoorbeeld water, et cetera. Maar het grootste probleem voor het klimaatprobleem is de hittestress. Dat kost de meeste mensen gezondheid. De warme zomers die we gehad hebben, en als je dan in zo'n verstedelijk gebied woont, is enorm bezwarend, met name voor oude mensen. Ja. Dus we proberen nu de stad te vergroenen en dat doen we via de Stichting Steenbreek. We proberen advies te halen bij de burgers. We laten dan burgers met ideeën komen, daar hebben we geld voor vrijgemaakt, om met acties te komen om de stad te vergroenen. En kijken wat daar ideeën uit de burgers zijn. Dus niet alleen, we moeten niet alleen af van het gas op termijn, maar ook af van steen. Van steen. Het moet groener worden. Het moet groener worden. Meer bomen, een betere airco dan een boom bestaat eigenlijk niet. Met die plannen, dan hopen we toch dat de toekomst wat zonniger uit gaat zien. Ik denk wel, en te beginnen met dit café, dat is het meest duurzame café van heel Kerkraden. Ja, precies, daar gaan we het straks ook over hebben met Misha. Ja, dus, De mensen kunnen heel veel op internet vinden aan informatie. Alles, Je kan eigenlijk alles vinden. We blijven ze informeren met nieuwe zaken die nog beginnen. We zitten pas aan het begin. Dus, precies. Dus ik wens jullie heel veel succes daarmee. En bedankt voor het informatieve gesprek. Dank je wel. Dank je wel.
Dit is jouw nieuwe werkplek bij gemeente Kerkrade. Hier werken dag in dag uit mensen aan een mooier Kerkrade. Er komen telkens mooie projecten bij en daarom zijn we op zoek naar nieuwe collega's. Want in Kerkrade is altijd wat te beleven. Van de prijswinnende Gaia Zoo, tot de Leisure Dome, tot de Botanische Tuin. Met een rijke geschiedenis of juist Jans Modern. Een plek met innovatieve projecten. Wie? Superlocal, Producer Veld en Tiny Houses. Volle bedrijventerreinen en sfeervolle evenementen. Kerkrade doet er alles aan inwoners te ondersteunen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Zodat iedereen mee kan doen. Kerkrade leeft, het hart van de regio en ook midden in het groen. Het thuis van de Kerkradenaar. Iemand van niet zeuren, maar hard werken. Een tikkeltje eigenwijs, muzikaal en soms een beetje gek. Maar bovenal stoots op Kerkrade. Maar ook het thuis van onze medewerkers. Een hecht team. Niet begrensd door hokjes denken. Altijd klaar om de handen uit de mouwen te steken. Met lef en een flinke portie ambitie. Wil je samen met ons werken aan de toekomst van Kerkrade? Bekijk dan onze openstaande vacatures. Ja, waar kiepen nu een drie aan dus? Dat is alleen maar natuurlijk bij Beleef Kerkrade televisie en dan ook nog natuurlijk in de carnavalsiet. Drie prinsen gaan van de dus, drie stadsprinsen. De prins van Egersen, de prins van West, de prins van Kerkrade. En ik stel voor dat ze zichzelf aan u voorstellen. Heem, dan kunnen ze eens van kort bij bekijken. Voor jullie met de oer met. Ja, ik ben nog Jim Velroos, of Jimmy Velroos. En ik ben nog prins van West. Jimmy dat Zweide. Jimmy dat Zweide. Ja. En prins van Kerkrade West. Zo'n leuke naam, maar toch alle het Zweide. Dat zou ik ze dit verwachten. Ja. Jimmy dat Zweide van Kerkrade West. En neer van die zit? Ralf Slangen, Ralf de Eerste van de Burgerlust in Egersen. Van de Burgerlust. En ik ben de Niklas Wiert, de Eerste van Kerkrade. Van Kerkrade. En nu kennen ze. En we hadden natuurlijk niet kennen het een beetje interactief doen met de toeschouwers, maar die rol moet ik dan vervullen. Wie is dat nu, wanneer hij nu zit er prins? Maar eindelijk, nou, al die jaren, dat vergingen carnaval over vieren, twee maal eigenlijk dat gingen officiële carnaval. Maar wie is dat nu? Wie voelt dat? Fantastisch. Samen met de vrucht van Ezer en Westen, dus dat wel ze nog meer. Hoor. Had er door lang op je waard of voor het een... Ik wel anderhalf jaar moeten waren. Ja, anderhalf jaar moeten waren. Wist dat het überhaupt, wist dat ze dat ene goed vertellen überhaupt? Worden de Ezer ook zo in de Westen of jong dat anders? Nog langer, want ik was al in 2019 dat ik eigenlijk in 2020 prins zou worden. Dus ja. Dus ze worden nu zeggen dat ze in wanneer prins moet zijn? 20. In 20. Ja. Voor mij hetzelfde. Hetzelfde. Ja. Ook vlak na de laatste vastelovend die we normaal aan het kunnen vieren. Wat al, En wie hadden dat gedaan? Wie hadden dat zo lang? Want wie weet dat dan? Ja, dat weet dan niet naast de familie of de partner. Of, wie deed dat dan? Dat ze zich niet verkallen? De lui waren ook net zo bezig met de vastelovend. Nee, het wordt toch wel corona en waar. Dus het wordt anders dan normaal, denk ik. Maar het wordt toch ja, dat wel, klopt wel. Hoor. De lui waren net zo met het hoofd bijgekomen in het vastelovend. Dus dat is één ding anders voorbij hangen. Het is wel voorbij hangen, ja. Met je het online ziet zoeken en zo. En voor de rest. Wordt het voor u ook zo? Dat ze, ja, zeker. Het wordt, ja, normaal werd er wel eens je geest en zo. Maar dat wordt natuurlijk. En de woning vaste loven, dus ja, daar hoeven de lui ook niet door met bezig te zien om te denken, hey, wij werden toch nieuwe prins. Dus ja. Ja, en dan voor drie van die mannen heen dus. Hey, Kerkrade is dat maar zo, ja, dat moet in ieder geval een netje trouwde prins hier voor wat er nog werd. Dus ik weet het niet, want daar is natuurlijk prinsen die al samen wonen, weet ik wat. Maar joh, en een jonge, is dat in Egen zo'n geld aan ooit zijn in West ook? Zijn dat. En du bist jetzt ouder, volgens mij. Ik ben jetzt ouder, ja. En had ze dan eer gezin? Of? Ik ga een klinkdochter, maar ik ben gezien. Ja. Het is een prins met een klinkdochter, dat is ook al bezongen. Dat is ook, ja. Bij ons,
De vuurletse prins bij ons had zelfs huwelijksaanzoek gedaan bij de abdicatie. Dus, Nou ja, bijzonder. En doe en doe. Ja, ik woon samen met mijn vrienden, met zo. Ja. En ik had twee kleindeuters, ongeveer een 11. Ja. En ja, dus ja, vrij gezellig. Dat is wel een verschil, hoor. Dat is een jaar lang geleden. Je bent vrij gezellig, Niklas. Ik ben ongevangen, joh. Ja. Dus, ja. Ik ken nog je nissen van, van het spas en vrij ohne vrienden. Ja. Dat is wel anders. Ja, of, dat lijkt nog maar een deur, toch? Ja, ik ga nog, ik wil gewoon wel samen met hem. Oké, ja. Dus dat is eigenlijk wel een verschil, hoor. Dat, ja. Maar dat maakt de spas toch niet minder, of wat? Dat moeten ze zeggen, hoor. Dat ken ik net heel even bepalen, hoor. Dat maakt de spas niet minder, ja, niet. Wie ving de kingersoldaat? Ja, geweldig natuurlijk. Ja, ze zijn 4 en 11, dus ja, die maken dat bewust mee. Dus ja, die vingen dat, ja, die vingen dat schön. En bij die gehoord natuurlijk. Kind ze ook nog een rol in de carnaval, of niet? Of is dat... Bij ons moet de kingercarnaval nog komen. Die is er voor 2 weken op de zondag. Ja. En daar kunt voor wel het van maken, ja. Ja. En had de E-kinger nog een speciale rol dan, of niet zo? Nee, eigenlijk een rol. Ik denk bij alle drie de vrienden onder Prins. Ja. En de familie die is wel belangrijk, maar ik denk toch, je hebt meer op de hingergrond. En ja. Ja, mensen doen zo denken, wat is nu, waar vroeg ik me nu niet zo op? Voor de komende weken. Wat is nu jet, wat ze echt, nou ja, mensen dat ding, dat ze dat kriebel. Ik ga nu ook dat de dames iets doen in kerk, die wel een ganz schön fest is. Dus daar vrouw ik me wel op, moet ik zeggen. Ja, dat denk ik. Ik ga de dames iets doen, Johan ze voor je weg. Johan ze had, ja. Ja, ik moet dan nog komen, hetzelfde. Aan voor de dames iets doen. Maar ik denk dat ik me het meeste van je heb, toch carnaval zondag. Ik ben voor dat zo gaan. Dat zo, ja. Ik denk dat dat het hoogtepunt van ons allemaal is. Ja, want dat is een West en een Egelse allemaal op zondag. Ja. En dat is hij natuurlijk op mondig dan, al sinds jaar en dag. Maar de dames ziet ze, dat zie je wel. Vurig dat ze zo van vuur op eens hing op hengwetje dragen de bühne op. De ja, maar dat is waar, dat is een fest. Dus daar vraag ik me wel op. En natuurlijk ook op dit zorg en op alle andere momenten. En dat is een beetje moeilijk om ze allemaal. Het treffen met alle lui in de winnenwetenschap. Het is helemaal moment is anders wel. Dus, en bist je nu überhaupt, hè? Want dan had ze natuurlijk Prins aan het hoofdglas vol, Prins aan het hoofdglas leeg, was wie men dat zegt. Bist je al bezig met Escher Mittwoch of niet? Of is dat nog jaren sweet? Ja, dat is zo Escher met Escher Mittwoch. Dat kunt niet, hoor. Die hangt voor afgeschaft. Je cancelt. Ze ja, zijn met z'n drieën overeenig. Ja. Ja. Onderdeel van de cancelcultuur is toch Escher Mittwoch. Ja. 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 Denk ik, geweldige wegen vooruitzicht. Zeker. Die vlotter om zijn dat soort dingen, maar dus waarvan ze van jeder minuut moet je nis. Ik wens je ontzettend veel plezier en veel succes als hoerheden van ons schöne stad Kirchhoff. En hoffelijk kom versteen met die dag. Zo schön. Bedankt voor het gesprek. Veel spas de komende tijd. Dank je wel. Waar is hij schön? Waar is hij jek? Hey, Niklas! Onze prins, die had klasse, daar is Lindor op zijn bed. Waar is hij schön? Ah, Jimmy en Ralf, wat schön dat er hij zit. Welkom, hey, Niklas. Schön, pakken de belevers. Goeie vrouw, jongen. Nou, heerlijk. Nou, heerlijk. Oh. Wel toch eens jetzt te beleven. Schönste prins, dat is der van Lindburg. Van Lindburg, Allah. De schönste prins. Die is een miljard met al die Eckeldach. Allah, Allah, op onze schöne Prins. Allah, Allah, op onze schöne Prins. Ja, van het cultureel erfgoed toch vastel over de Kirchhoff. In ieder geval een heel ander erfgoed, cultureel, sportief erfgoed. Roda 1962. En die gaan twee heren op bezoek, Sven van der Linde en Mark Schaefer.
En de heren die komen u alles vertellen over Roda 1962. Ik was dan niet echt wat het woord, dus ik heb mijn vuurzaal nu helemaal zitten en denken, nou, wat is dat? Wat is dat? Roda 1962. Goede vraag. Roda 1962 is een vereniging rondom Roda JC. Ja. Van en voor supporters kan ik heel veel, heel uitgebreid over vertellen. In het kort zijn er twee dingen die ons uniek maken. Natuurlijk halen wij contributie op en het unieke daaraan is in voetballandschap, zeg maar, dat die contributie volledig ten goede komt aan duurzame doelen rondom Roda JC. Roda 1962, wat doen jullie? Wat voor projecten liggen er op stapel? Waar hou je mee bezig? Nou, in de tijd dat wij bestaan, zeg november 2020 tot nu, hebben we een aantal leuke projecten mogen uitvoeren. Het zijn allemaal duurzaam gekozen doelen rondom de club. Ik zal er een paar uitlichten. We hebben het retro shirt uitgebracht. Ten behoeve aan een stuk clubhistorie, clubcultuur. Om dat weer zichtbaar te maken, zeg maar. Ja. Dus hebben we deze in Kerkrade laten ontwerpen. Iedereen die lid was, kon een nieuw lid aandragen en kreeg dan dat retro shirt. Zodat er ook nog wat meer geel-zwart op de tribune is en waar dan ook. En uit welke tijd, wat ziet kunt dat eigenlijk, dit shirt? Zo, ik zou het er niet over zeggen. Nee. Nee, ik had hem uiteraard zelf ook. Maar het is retro en zo wordt het vroeger. Eind jaren 70, begin jaren 80 speelde Roda hiermee. Ja, het is natuurlijk retro, het is nagemaakt, maar dat was de tijd waarin er heel simpel Roda JC op het shirt stond. Ja. En nog geen reclame hoor? Nee, ja. Het was een verpakte reclame, maar goed, dus nou jaren later. Maar dat is voor nieuwe leden hoor, die koers het shirt kregen. Ja, precies. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken. We hebben hier voor ons een onderzetter van de stamtisch liggen. Die ligt al op tafels in het Roda Stadion, in de businessclub. En daar nemen al spelers aan plaats. Ja. Dus er zijn allerlei foto's die daarop staan. Ja, hartstikke leuk is het ding. Ja. En de oud-spelers nemen daar plaats en voeren leuke gesprekken onderling, maar ook met sponsoren, et cetera, voelen zich daardoor weer een beetje gewaardeerd. Hè, en dat zijn de oude spelers van al langer geleden. Ja, dan hebben we het over jaren 60, 70, 80, 90. Ja. En na de eeuwwisseling komen er ook wel een aantal, maar dat zijn vaak de mensen die nog actief zijn in de voetbalwereld. Ja. Dus die niet iedere week tijd hebben om te komen. Precies. Ja, nog een project is, we hebben een magazine gemaakt. Dit zijn er twee nu. Hè. Volgende week komt er. Dat zijn echt de glossies al. Ja, ongeveer wel. En het leuke aan het magazine is, daar doen ontzettend veel supporters aan mee. Zeg je plus 30. Iedereen pakt één klein stukje op. Daardoor is het behapbaar voor iedereen die eraan meewerkt. En het heeft een vaste invulling, hè, vaste rubrieken. Ze beginnen altijd met een warming-up. Met allemaal museum-items. Die lichten we dan toe, hè, van het kaartje. Tot een affiche, een spelerskaart, noem maar op. Dan gaan we over naar het middengedeelte. Daarna hebben we een aantal interviews met oud-helden. Noemen Jos Dijkstra, een van de eerste aanvoerders in de jaren 70. Iemand uit de jaren 80, 90 en gaan we zomaar verder. Dus proberen we alle stukken te belichten. We hebben ook altijd wel iets over de voorlopers erin. Dat is een rappetje C, Roda Sport, et cetera. En we sluiten af met een extra tijd. En dat zijn vaak onderdelen uit de supporterswereld. Dus een reis bijvoorbeeld, of een fan in het buitenland, et cetera. Het leuke is, en daar kan Sven wellicht wat over vertellen, van dit magazine, daar hebben we lesbrieven van gemaakt. Dus had ik niet alle kracht voor de voeten gebracht. Mooi bruggetje. Nee, goed, ik was ook onderdeel van de redactie van de Koempel. En vanuit mijn onderwijshart, want ik werk in het basisonderwijs, hadden ze van, ja goed, heel mooi dat we zo'n magazine hebben, maar we moeten de jeugd daaraan meenemen. Ja. Als je van het kind af aan al betrokken wordt bij Roda, dan is natuurlijk de kans heel groot dat je op latere leeftijd ook bij betrokken bent. Dus we hebben met een enthousiaste groep vrijwilligers met affiniteit in het onderwijs gekeken van, ja, hoe kunnen we dat nu gaan doen? En hebben gewoon afgesproken dat we lesbrieven gaan maken. Hele concrete lesbrieven. Voor de basisschool. Voor de basisschool. Een lespakket is dat dan. Ja, inderdaad. Artikelen uit het magazine lichten we dan uit. En dat kan een begrijpen lezenles zijn, dat kan een rekenles zijn. Maar in ieder geval de juf of meester in de basisschool kan aan de slag met het magazine. En worden dat gebruikt of niet? Ja, het zijn inmiddels, als we naar heel Park gaan kijken, zitten er 1000 leerlingen. Er worden er 1000 magazines over de basisscholen verspreid. En ze doen er ook wat mee? Absoluut. Ja. Absoluut. Ja. Een van de onderdelen is bijvoorbeeld een escape room.
Ook weer aan de hand van een artikel. Kinderen moeten bepaalde opdrachten, raadsels oplossen. Ja, ja. En hebben afgesproken de klas. En allemaal als... in relatie tot Roda natuurlijk. Absoluut. Hè? Als je de escape room goed oplost, mag je een keer met je klas naar Roda toe gaan. En, dat is wel leuk. Mooie, dat werkt heel goed. Ja. Ja. En wat hopen jullie dan weer zo snel mogelijk terug naar de... De Eredivisie. Ja. Dat zou leuk zijn. Ja, dat zou wel goed zijn. Hè? Ja, ja, ja. Dat zou wel gaaf zijn. Ja. En mensen kunnen lid worden? Mensen kunnen lid worden. Waarschijnlijk zien we dat ook ergens in beeld dan. Ja, precies. Voor €19,62. Een symbolisch bedrag. Per? Ja. Per jaar. Per jaar? Ja, per jaar. Heel, ja. En dan ben je lid? En dan bedrag. En dan krijg je het magazine? Of, krijg je 1 à 2 keer per jaar een magazine. Je krijgt een ledenpakket. Dat is in de vorm van een punger, als dat de vorige keer. Daar zitten bijvoorbeeld van die mooie biervultjes in. Een aantal zaken gerelateerd aan de historie, et cetera. Ja. Nou, mooi. Hartstikke mooi. En ja, zorgen we weer dat er nieuwe projecten komen. Ja. Die kiezen we ieder jaar. En een van de projecten die we onlangs op hebben gepakt en zijn gestart, dat is Radio Roda. Ja, dat is de reden waarom ik hier zit, hè? Ja. Ja, 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 ja. Ja, dan als laatste dan, want dan is de tijd om, denk ik. Oh, ja. Okay. Ja. Radio Roda. Radio Roda. We hadden met een aantal supporters zoiets van, ja, we zien helaas, om wel zwaar begrijpelijke redenen, Roda steeds minder op de tv. Hè? Eerste divisie, steeds meer clubs uit de Eredivisie die gedegradeerd zijn en ook heel veel aandacht krijgen. En we missen Roda vaak. Dus we zijn eigenlijk naar een modus gaan zoeken van hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de supporters die Roda niet kunnen zien, of zelfs rode supporters in het buitenland, toch op de hoogte kunnen worden gehouden van de wedstrijden van Roda. Ja. Dus wij zijn als supporters de connectie gaan zoeken met 1962. En Coraal Media, en die hebben ons met de technische apparatuur ondersteund. En we hebben ervoor weten te zorgen dat we zowel bij thuis als bij uitwedstrijden 90 minuten lang live verslag hebben van de wedstrijd. Via het YouTube-kanaal van 1962 kunnen mensen luisteren. Ja. En brengen we eigenlijk gewoon commentaar bij de live wedstrijden. Ja. Geen nieuws, geen weer, geen andere wedstrijden van Roda. Exact. Ja. Exact. Goed zo. En het is een mooi initiatief, want als je de geschiedenis niet kent, en dan wordt de toekomst ook lastig. Hè? Dan kan je alleen maar vol vertrouwen tegemoet zien als je iets weet van het verleden, hè, van deze helden. Ja, dus, bedankt voor het leuke gesprek, succes met de vereniging. En natuurlijk met Roda. En op naar de Eredivisie. Precies. Bedankt. Dankjewel. In de hand, in de stemming, maar nu nog alleen. Zijn carnavalshart stijt al weken in brand, maar het is dat breekt niet meteen. En de trap zit plots in, wil de ganse tanden begin. En de handen te vallen, nu vriendschap te bouwen en te bleren zo hard als het kan. Vastelovend is einde met alle en alle met eind. De voetsregel van vastelovend met geen pen te beschrijven, maar de vulse met eind. Kun klimmerig samen in het feest weer gedijn, of steek niks te zeggen dan met iedereen. De voetsregel van vastelovend is einde met alle. Als jonkelen zit hij er gans solo staan en wringt zich van hoe het gefeest. Tussen beer en confetti om naar huur toe te gaan, tot er langs alle schming is geweest. En dan pakt hij haar hand, zet voor zin waar, op het strand. Maar griep nu mijn hand. De rest kunt hij nog pas, laat feest winnen van je verstand. De voetsregel van vastelovend is einde met alle en alle met eind. De voetsregel van vastelovend met geen pen te beschrijven, maar de vulgen.
roze metijn. Geplunderd samen in het feestvier gedijn. Of sticht niks te zeggen dan het hele Rijn. De woestringel van Vastelovend is einde met alle en alle met eind. En zo samen beseft weer ons alleen. Vastelovend verbroedert ieder Rijn. De woestregel van Vastelovend is einde met alle en alle met eind. De voetregel van Vastelovend met geen pen te beschrijven, maar de vulzullen zijn. Want geblinderd samen in het feestvier gedijn. Of sticht niks te zeggen dan met iedereen. De voetregel van Vastelovend is einde met alle. En alle met eind. Dit is natuurlijk een uitzending die in de Vastelovend ziet gemaakt werd. We hadden de prinsen al op bezoek gehad. Maar nu gaan we voor Jo Schmeets aan deus. En Jo is de winnaar van de Schlagerparade. Ze leed je heet het de schönste prinses. Dat sluit meteen schön aan op die drie hoogheden die we in de stad onder andere hadden. Jo, ja. Van harte welkom. Dankjewel, dankjewel. De schönste prins. Ja. Dat is ons nieuw liedje. Ja, dat is oorspronkelijk is dat nog een ganz oud liedje wat ik eens ooit geschreven van. En dat is ik al 20 jaar, maar nooit heb met gedaan. Maar dat ging ook voor mij een beetje toen voor mezelf, ik kinderprins ben geweest. Ja, want je bent kinderprins ja. In Schönwald. In Schönwald. In 1957, dames en heren, hier mooi ja. Ja, dat kan ze een schoon, hoor. Ja, ja. Naar de left ziet. Ja, ja. Toen was zo een kinderprins. Ja. Ja. Ja, dat was prachtig. Mijn oom was toen prins van de Verein, van de Zandhazen destijds, ja. Nog jongen. Ja. En. Toen wilden ze ook een kinderprins erbij, ja, ja, dat weet ik klinken jongen daar. Ja, en dat is, daar zit dus de inspiratie van daar dat zitten de roots, daar zitten de, ja. De wortelen. Ja. En hoe had ze gewonnen? Wie was dat daar? Ja, geweldig, geweldig. Ja, dat was fantastisch. Dat verwaart ze net als ze wens. En ik moet eerlijk zeggen, de reacties ook erna, die waren super, super. Schön, schön. Geweldig. Dat is een beetje door aan het Limburgs van Slovensliedjes concours, de voorrondes. Ja, ja, ja. We zijn in de halve finale komen. Prachtig. Nou, het zou vellig is de uitslag nu nogal bekend, althans. Ja, ja. Niet van het, van nee, nee, maar, het concours, maar wel ja, ja. Van weer in de finale. Dat is jammer genoeg niet, maar... Ik vind het prachtig wat het nu toe al de Schönste Prins gedaan had. Wat hetzelfde is het liedje, hoor. Ja, of dat jij er een beetje te dat is het wichtigste. Het geeft zich om een letterconcours en niet om de personenconcours. Ja. En dan moeten de jullie maar zo van nog denken. Ja, ja. En dat is dat maar met. Ja, zeker. Ja, en voor jullie letter zie je op Beleefkerk aan de tv. Dus daar kunnen jullie schon mee toeheen. Ja. En, maar ja, nu had ze natuurlijk over de 6-7 jaar wordt ze iets jeugdprins wordt. Ja. Toen houdt ze dat over 1957. Dan had ze natuurlijk een imposante carrière. Hing er nog uit. Ja, dat is gans gans de buurt. Dan moet ze nog even over vertellen, want dat is ook geschichte van hij. Ja, aanvang 70 jaar ben ik met jonge verkeersgassen begonnen met een rockband. En dat waren de band Relax. Ja. En waren er jonge verkeersgassen wie Wim Haasdijk zieliger, Rob van Schaik zieliger. Dat waren ook Trio Boston, de lijf nog. Ik traject zelf en de Harry van Dijsselonk, dat kind bij Oud Schaatsberg. Dat heet ze toen nog niet Landgraaf, maar ook toen Schaatsberg. Natuurlijk. Ja. En daar hadden we de schanschap met paraat gehad met die band. En we spelen het als supporting act van Golden Earring, Order Fire, Focus. We hadden zelfs in Luxemburg gespeeld met, daar we het stolt zagen, Deep Purple. En dat, dus, dat is nog immer een wereldact. Dus, en ja, dat relaxed. Hoe wordt dat dan? Hoe jong dat dan? Ja, we stonden in een voetbalstadion. Dan waren we dus de supporting act. En we hadden daar ja, de boel een beetje gesloopt. En, dat was zo'n succes en dat was ook op televisie toen in die tijd.
Ja, dat was geweldig. En die worden een rockband? Dat worden een rockband. Ja, we spelen het ook eigen werk. Toen maar hoe komen die daar bij uit? Want Deep Purple is natuurlijk... Nou, via de agency en de platenmaatschappij. Ja. Want we stonden onder contract bij een platenmaatschappij in Brussel. Ja, ja. En daar hadden we toen ook een single gemaakt. Mary Jane, die was ook heel keer groot bekend. Ja. En die kwam destijds met ROZ, heet ze dat toen nog. Ja. En ook op andere radio. L1. Ja, precies. En ja, goed, dat was natuurlijk een geweldige tijd. Ja, en van alle geweldige zitten komen ze een einde. En dan ben ik in 1980 genauw met de penis begonnen. Ja, maar dat ken ik me nog wel, Jan, zeg je toch? Ja, de penis. In alle zalen, hij, zietzongen. Toen gaven we nog een keer voor zalen, ja. En discotheken en festcenten en noem maar op. Dat was een fantastische tijd. En ook met de penis aan voor ook geweldig. Dik van hem met 20 jaar, Jotje Drieënt. En ook een geweldige tijd. Ja. De hand voor ook een hit gehad, Lieske en Sjerb op Lieske. Ja. En we gaan er ook met diverse cd's gemaakt. En, ja, dat liggen er pap dat dus, hey, wat. Ja, dat zijn de solo-albums van mij. Ja. Ja, en de ogen zijn ziet. En wie dat afgelopen was, toen ben ik ook een tijdje krank geweest. En toen ben ik alleen begonnen. En toen had ik ook geschreven voor andere artiesten. Ja, ja. Ik ga werken met Chef Diederen Zieliger. En ook met andere artiesten. Ja, want dat is al wat ze doen allemaal de eerste. Ja. Ik schreef ook nu nog allemaal voor andere. Spelt niet meer in band. Nee, ik ben solist. Solo-artiest. Ja. En die is gewoon durig. Gewoon durig, ja. Gemuurlijke muziek maken. Maar ook country en pop en rock nog immer. En ook in verschillende talen. En de maakte een liedje voor anderen? Schreef voor anderen? Ik schreef een kerk over. Voor de Vastlovensgroepen, hoor. Ja, voor Viva la Vida schreef ik ook een liedje. Voor de twee meter, het Anke en het Christa. Ja. En ik ga ook al voor het... Het zijn nog background vocals. Ook erbij, ja. Zeker. En ook voor het Evelien had ik een liedje geschreven. Hij, het kerkgroep. En ook andere artiesten. Dus. Ja. Ja, het hield me bezig en dat hield me jong. En dat is jong voor hart blijven. Dat is het wichtigste. Ja. En dan is de leeftijd. Dat interesseert me niet zo. En dat is wichtig, dat ze dus immer bezig blijft. En ook de inspiratie heeft voor Joodse. Ja, en ook een moment muziek hoor. Ja. Dat is toch ook schön. Het is het schönste op de wereld, dat is ons kerkje, ja, maar het trek op de tweede plaats is de muziek. Kunt toch de muziek? Ja, dat vind ik waar. Ja. En dat helpt zich op de B. Zeker. Ja. En ik vind het ook schön dat nog immer platenmaatschappijen zie je in binnen- en buitenland die zeggen van joh, hast ze wat nuits? Kent ze ons een neusstukker checken? Ja, en dat vind ik dan prachtig. Dat die en jullie van dan de schönste prins nog terug zien je in een. In een Duitse versie. Dat of, zou kennen, misschien in het Kool zogaar. Ja. Het had me een platenmaatschappij uit Brabant benaderd. De schönste prins zit ook op Spotify en allemaal die, tuurlijk, ja. Die downloadportals. Die had me geschreven van dat dan ook zwart op iets van. Jong, dat moet je in het Nederlands maken. Echt waar? Ik denk, ja. Dan ja, het... zo'n beetje de Brabantse hit of zo. Ja, dat... Want daar is dan allemaal een maat voor verzoensmuziek. Maar dan gaat het wel een andere zingen, maar ik niet. Ja. Maar dat vind ik dan niet erg. Nee. Weet je, ik hoor me schön op het Kerkhuisplaat, dat vind ik het schönste. Ja. Het is de schönste die je lijkt van Limburg, zou ik zeggen. En dat blijft er zo. Nou ja, dat is een schöne afsluiter. Prima. Ja, vind ik dan. Ik wens je nog Jan voor het succes. Dankjewel. Ook met dit liedje. Ja. En dat jij er een keer gewoon dat mag middag of zingen de komende dag. Dat van dat waboese kennen dan. Ja. Van zinnetrek. En dan voor het spas, een schöne vastloof en voor het succes van een ding carrière die al zo lang is. Prima. Maar met muziek houdt het wel vol. Ik houd het vol en ik wens ook alle kijkers, leef lui, kijkers, een schöne vastloof en denk eraan, kerkro alaf. Ja, zo is het maar je nou. Jong, bedankt. Ja, hallo, dank je. We zijn aangekomen bij de evenementen. 4 februari 2023 en het kan niet anders dat door Jans Verl Vastelovend bij is. We beginnen met deze 7 februari tot en met de 20e maart is de expositie Jedderenne Darf. Daar zie je iedereen magazijn in de Hub Bibliotheek Kerkhof. Donderdag 9e en 6 februari is het Vastelovendsconcert in ons Eetheater.
Vrijdag tot 6 februari is de Kingersitzung, smiddags om 2 uur. De 11 februari zaterdag is vastelovend in het Wildorp. Om 8 uur in café Oudhaander. Zaterdag de 11 februari House Special Music Dome om 11 uur. Vengt dat aan. Zondag tot 12 februari dan junt de Mansli op stap en is de Herensitzung in de Rode Hal om 11:11. Zondag tot 12 februari Kingercarnaval in het Socioproject Bient om 14:11. Tot 12 februari zondags speelt het Harmonieorkest Conservatorium Maastricht om 3 uur. Maandag tot 13 februari een voor seniorencarnaval in het Socioproject om 19:30. Tot 16 februari, de donderdag, is het Verdonnerdag en dan gaan we voor de Sitzung in de Rode Hal. Tot 17 februari in Eelze de Coole Party op het Horecaplein. De 18e tot en met de 21e februari zijn de Doldag in Kerkhoor, vastelovend. Vrijdag de 17 februari knalt die bal XXL in de Music Dome. Aanvang 10 uur. Zondag de 19 februari is de Egelser Carnaval en opzog om 15:11. Ook op zondag de 19 februari is het zog in Kerkhoor West. De zondag de 19 februari is ook de sleutelverdrag in het gemeentehuis en ik heet er Niklas de Eertje, de sleutel van Kerkhoor. Deze de 21 februari is Egelser Schunkelt in het Socioproject. Het werd om 11 op 3. En op de 21 februari is er klonenbal in Kerkhoor West. En op 24 februari, bouwen het in van de mond, is Roda JC tegen Almere City in het Parkstad Limburg Stadion om 8 uur. Dat worden de evenementen van de februari 2023. We gaan ons de komende jaren inzetten voor de veiligheid van onze inwoners. Het is belangrijk dat uw veiligheidsgevoel toeneemt en de woon- en drugsoverlast vermindert. Het is gewoon belangrijk dat je je veilig voelt op straat. Dat geldt voor Arie, die 87 jaar is en na een theatervoorstelling naar huis gaat. Of voor Sam, die 16 jaar is en 's avonds een rondje met de hond loopt. We zetten in op meer cameratoezicht en op meer zichtbaar aanwezig zijn van de BOA's en de politie in de wijken. En daarnaast gaan we met jongeren in gesprek. Hoe kunnen we hen helpen om te voorkomen dat ze in de jeugdcriminaliteit belanden? Van gaat natuurlijk de evenementenkalender. Je ziet waar ook ontzettend veel gebeurt, is natuurlijk in de hub, in de bibliotheek. En van hand aan dus hij Monique Eurlings. En dat is, dan moet ik toch even spieken, programmaleider basisvaardigheden in de bibliotheek. Ja. En wat is dat? Nou, basisvaardigheden, dat zijn 5 basisvaardigheden. En dat zijn de vaardigheden die ze nodig had om zelfstandig terug het leven te gaan. Dan had ik het over lezen, schrijven, rekenen, maar ook sociaal-juridische vaardigheden. Toen moet digitaal vaardig zijn, maar ook financiële vaardigheden. Het zijn er al 6 of niet? Nee, het zijn er, nee, sociaal-juridisch huurt bij elkaar, het zijn er 5. Dat zijn, en daar had zich mee bezig om met die onderwerpen activiteiten te bedenken, precies, het programma te bedenken. Ja, ja, dat is inderdaad regisseur van de programma's voor alle 4 gemeentes en de 9 vestigingen waar we voor werken. En die basisvaardigheden is heel erg belangrijk, is ook veel nu in de publiciteit. Ja, natuurlijk. Dat het belangrijk is dat jullie met kunnen doen in het dagelijks leven. Ja, en kent ze zich voorbeelden nu? Ja, we hebben bijvoorbeeld digitale vaardigheidstrainingen, dan moeten ze denken aan computercursussen. Klik en tik noemen ze dat. Dan leren ze, waar zit het knopje van haar computer? Waar zet zich de computer aan? Wat is een moes? Ja. Maar ook digisterker, dat zijn 4 trainingen van 2 stunden. En dan moet ze denken aan de UWV-werkmap. Wie kan ik de belastingen inzien, de jaarverslagen, zeg maar, de overzichten. Waar kan ik alles terugvinden?
En dat kind dat je leert, die willen deelnemen, 4 keer 2 uur duurt dat, is een intensieve training. Maar je leert ze anders veel, zodat ze zelfstandig alles kan opzoeken. Ja, want het is niet zo vanzelfsprekend als wie we denken. Wanneer je natuurlijk jong kinders is wie die opgooien met al die apparaten. Maar voor sommige lui is het nog niet zo toegankelijk. Ja, dat is, en ben ik het ook met je eens. Jans veel jong nu wisten wie in een computer, of net wie in een computer, maar wie er telefoon werkt. Ja. Maar wisten bijvoorbeeld net een mappenstructuur uit te brengen in Word. Dat kennen ze waarom niet. Wat kennen ze allemaal met DigiD? Wie belangrijk is het dat ze DigiD, dat ze die wachtwoord niet afgeeft? Ja, precies. Want het is die digitaal paspoort. Ja. En iedereen kent wel hele foute dingen met door. En wie kiest er nu Lu? Enthousiasme maat heeft voor dat ze komen en dat ze meedoen aan die... Want ik neem aan dat ze dan naar de bibliotheek moeten komen en dat ze dan een soort van... Er komen natuurlijk niet zelfstandig. Je kan zich deelnemen aan workshops, daarom houden we ook bijvoorbeeld die vitaliteitsdriedaagse organiseren. Maar we werken ook natuurlijk met gemeenten samen, maar ook met Meander, met externe partners. Waar luizend, waar burgers zijn die hulp nodig gaan. En zodat de organisaties die verwijzen dan waarom lu durf naar ons. Ja, en ze komen ook. Absoluut. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat wel eens een drempel is. Wa? Dat mensen al niet weten wie ze met emotionele dingen zijn. Dan moet ik ook nog door naar zo'n groepje. En dan, of spelt dat weinig? Nee, dat spelt eigenlijk Jans weinig. Want vooral bijvoorbeeld vooral 3 keer 8 personen alleen in Kerkro, hij in de hub. Maar vooral ook in het Westhoes, daar is ook Klingentek. In Egelter is Klingentek. En vooral overal wachtlijsten. Waar nu moeten wachten totdat ze kunnen aansluiten. Ja. Maar je hebt meer zelf een mond-op-mond reclame. Ja, precies. Dat spreekt zich rond en dan... Want de kans enig neemt je onlievaardig, dat heet je aan. Nee, dat kan niet, want er werd allemaal meer gedigitaliseerd. Ja, precies. En de nieuwste training wat we aanbieden, wil ik ook nog wel Jan zeggen, is digivitaler. En digivitaler. Ja, okay. En dat had ermee te maken, vooral allemaal meer patiënten, minder huisartsen. Ook het ziekenhuis zijn een heel groot tekort aan personeel. Dus we zullen zelf digitaal vaardig moeten zien in de toekomst om je op te zoeken. En wie kan ze nu bijvoorbeeld zelf een afspraak plannen bij de huisarts? Ja, ja. Of wie kan ik in de apotheek een vervolgrecept opvoeren? Ja. Dat leert ze allemaal in trajecten. Dat zijn die boekjes wat ik gewoon met je bracht. Ja, en dan leert ze ook bijvoorbeeld het beeldbellen. Oh, dat mag zo redden op, dat kan ik ook zo zien. Het beeldbellen bijvoorbeeld, wie kan ik beeldbellen? Later, nu is het vaak nog net zo wit en corona ziet wordt dat wel. Beeldbellen met een specialist. Ja, dat kunt wel. Hè. Ja. Goed. Ja, en we gaan vanuit de Vitaliteitsweek. Ja, vooral de 3 dagen. Ja, het was heel groot succes. Van 2 dagen op dinsdag 17 en 19 januari gaan we workshops georganiseerd. We hebben in totaal 21 workshops in samenwerking met Wie. En de gemeente Kerkrade, want de ambtenaren kunnen ook deelnemen aan ons Vitaliteits-Driedaagse. Die houden een Vitaliteitsweek. Ah, dus, die had dat nodig dan? Ja, absoluut. Jeroen had het nodig. En de vitaliteit had je toch niet alleen maar over een beweging. Maar. Nee, het zijn 6 dimensies wat ze met maken had. Dus het is van echt heel erg breed. Ook voor de jeugd worden er 3 mooie workshops. Er nog meer dan 70 kinderen aan deelgenomen. Ja. Dus het was echt een groot succes. En wat zit nu nog meer op dat programma? Want, Zijn het is kort voor ons kijkers. Wat kunnen we ons melden? Hoeveel? Nou, vooral de trainingen Klingentek kunnen de burgers zich voor aanmelden. De digivitale, wat ik net vertelde, dat is gewoon 1 keer 1 uur deelnemen. Dan weet ze zelfstandig wie ze dat heen kan staan. Voor een training Empowerment, dat is een apart project. En het project, daar had het Ilse de vorige keer, de directeur van onze bibliotheek, ook over verteld. Dat is voor lui die een uitkeringsgerechtigde, die kunnen daar aan deelnemen. En dan je ze dromen, wat zou ik willen? Waar wil ik aan met worden? Het is niet dat ze moeten hier werken, maar het is wel, waar wil ik aan met worden? Ja. Dat betekent ook bijvoorbeeld in ze bellen bij die buurvrouw. Of een boodschap halen voor die buurvrouw. Dus het meedoen, het participeren in de maatschappij. Ja, ja.
Dat zijn grootste projecten. En ja, vooral nog ganz veel projecten, want het is eigenlijk te kort om dit allemaal op te nemen. Je kunt ze op de website en zo natuurlijk opzoeken. Maar wat ik zo schön vind, is dat het vaak projecten zijn waar ze hele kleine stapjes zetten, maar waar ze toch grote veranderingen met kans bewerkstelligen. Ja. Want dat is het toch vaak. Hoor. En dat is ook wat we hier willen bereiken. Want kijk, je kunt wel lui verplichten tot je hebt, maar ze moeten het zelf willen. Je moet zichzelf voorbereiden op de toekomst. Ja. En dat is een hele belangrijke. En vooral de digitale vaardigheden, dat is heel erg belangrijk. Dat ze zich goed voorbereid bent. Dat kan men vaak in ons halen. Ja, absoluut. En het Iels is natuurlijk al vaker hij in het programma hier weer. En wat allemaal zo interessant is, vind ik, en zo speciaal, is dat zo'n bibliotheek veel meer geworden is wie alleen maar een boek lenen. Ja. En het boek lezen eventueel, hoor, dat die beurden dan in allemaal. Ja. En dan wil hem terugbrengen. Het is enig Jans Angerbedrijf geworden. Je moet één punt gaan in de gemeenschap waar ze hen kan. Ja, dat is één zo'n schakelpunt waar zich alles om dreint. Ja, wat ze die kans ontwikkelen. Hup, ja, precies. Het is een schakelpunt. Ook voor meerdere partijen bij elkaar komen. Ja. Ja. Nou, schön. Veel succes met alles. Dank je wel. Tot de volgende keer wel. Prima. Ja? Dat kan ik wel vertellen. Dank je wel. We zijn hier in het Eurode Business Centrum. Dit is een verzamelgebouw van bedrijven, waaronder ook het SGA, het Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling. Als u aan de slag wilt over de grens in de Euregio, Maas, Rijn of hier in de buurt, dan is dit de juiste plek voor u. En binnenkort realiseren we hier de 1000ste bemiddeling. Kijk, daar komt er iemand aangelopen. Zou dat eventueel de 1000ste bemiddeling zijn? We gaan naar volk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een recht hartstikke welkom in de workshop. De eerste stap naar een baan over de grens is een te volgende workshop bij het SGA. In samenwerking met het grensinfopunt Aachen-Eurode. Zowel de fiscale als sociale wetgeving komen hierbij aan de orde. Hier zitten namelijk per land verschillen in, waarvan u als toekomstige grenswerker wel van op de hoogte moet zijn. Oeh, dat is aan een halve lijn. Hier in Holland braucht man nog een formulier. De volgende stap is het gesprek met de jobcoach van het SGA. U krijgt natuurlijk een jobcoach in uw eigen taal. U levert hierbij uw cv in en geeft toestemming dat uw gegevens in beide landen uitgewisseld mogen worden. Het team van SGA neemt u graag bij de hand en samen werkt u toe naar een daadwerkelijke sollicitatie. Wanneer de eerste stappen zijn gelopen en de werkzoekende enthousiast is om over de grens aan de slag te gaan, wordt er actief op zoek gegaan naar een geschikte en passende baan. De jobcoach gaat veelal samen met de werkzoekende naar het gesprek bij de werkgever om hem of haar daar waar nodig te ondersteunen. Tijdens het gesprek met de werkgever komen ook de voorwaarden, condities en het salaris aan de orde. Deze onderwerpen zijn echter al in een eerder stadium tussen de jobcoach en de werkzoekende besproken. Als de sollicitatie goed is verlopen voor beide partijen, volgt meestal binnen 2 weken en soms zelfs al tijdens het sollicitatiegesprek het tekenen van het contract. Het tekenen van een contract is natuurlijk een feestelijk moment. Zeker nu dit de 1000ste bemiddeling is. En dat is reden voor een feestje, vindt u niet? Ik ben Raiko, eigenaar van Turner Concepts. We zijn hier op de Helander Steenweg, begin van Kerkrade. Maar misschien ook wel het mooiste stukje als het gaat om je auto's aan te passen.
We plakken auto's, we plakken boten, we plakken treinen. De meeste mensen zien het van buiten, maar niet van binnen. En nu gaan we een beetje binnennemen wat we doen. We zijn nu bezig met de beleefkaart aan de bus te plakken. Daar zijn we heel trots op. Blij dat die iets voor de gemeente kunnen terugdoen. En we zijn eigenlijk nog blijer als ze de bus zien rondrijden en mensen kunnen laten zien wat ons werk doet. Ik ben in 2013 begonnen. Vandaar de link met de naam Turning Concepts. We zijn daarna vanaf thuis uit begonnen met werken in de garage van de ouders. Vandaar zijn we doorgegroeid naar de hele Steenweg. Momenteel hebben we nu 3 man in dienst waarmee we met vol enthousiasme de hele dag doorplakken. Turning Concepts onderscheidt zich van andere bedrijven door zich te specialiseren op het totaalpakket wat van A tot Z gaat en wat verder gaat dan een gewoon klein plakplaatje van een auto. Wij hebben regionale klantenkringen in België met een Porsche race team, maar ook in Nederland bijvoorbeeld de rallyauto van Jos Verstappen. Mijn advies aan de startende ondernemer is, of de mensen die willen starten is, pak die kans en groei door. Want als je naar ons kijkt, wij zijn begonnen in een garage in Engelshoven met een groot bedrijf in Kerkrade, wat nou een beetje het mysterieuze is van de hele Hemelsteenweg. Als burgemeester ben je natuurlijk enorm bevoorrecht. Ik kom op tal van plekken in onze gemeenschap waar zoveel mooie dingen gebeuren. En in een aantal vlogs dit jaar laat ik jullie dat zien. Ik bezoek namelijk deze plekken waar mensen zich met hart en ziel inzetten voor de ander. Vaak geheel vrijwillig. Ik noem dat de pareltjes van onze stad. Ik bezoek ze niet alleen, maar ik zal ook een aantal uurtjes de handen uit de mouwen steken. Om daarmee symbolisch aan te geven hoe belangrijk we het vinden dat zij dit doen voor de ander. Kijken jullie mee naar de parels van Kerkrade. Ik ben vanmiddag hier te gast bij Mini en Albertine. En dat zijn twee goede zielen in onze stad die zich al heel wat jaren inzetten om mensen die het net even moeilijk hebben nieuwe kleren te geven. Kleren die zij inzamelen, sorteren, uitzoeken, super netjes weer aan mensen geven die dat nodig hebben. En die vragen komen tot hen bijvoorbeeld via de kerk, via de pastoor. Vroeger ook veel naar Roemenië gebracht en nu ook weer veel voor de mensen in Oekraïne, in het netwerk hier in onze stad. En ik ben er vanmiddag even bij om 2 uurtjes te helpen om te sorteren. En ik kan u zeggen, hier liggen heel veel kleren. En het is dus heel veel werk om dat op maat te sorteren, te kijken wat is goed, wat is niet goed. En ik heb daar heel veel respect voor dat zij dit doen. Dat is zo'n plek in onze stad, zo'n pareltje, waar niet iedereen van weet, maar waaruit zoveel goeds uitgaat naar de medemens. En daar heb ik diep respect voor. We hebben u een rondleiding beloofd in een spiksplinter nieuwe wirtschaft. De wirtschaft. Natuurlijk al bekend, maar nu op een andere plaats. Waarvoor je, daar gaat het bang voor. En Misha, du bist, wie moet ik dat zeggen, door wie het hoor? Door wie het, ja. Du bist door wie het, Misha Winkens. En verstund in het hart van de wirtschaft. Het is ijskoud, hè, voor huren. De airconditioning loeien. Waar stund voor Misha? Ja, we stonden inderdaad in het hart van de wirtschaft. Dit is zeg maar de Beerkluis. Een beetje terugroepen naar de Rabobank. En de Winefridge. Ja, en de Winefridge. Daar moeten we erbij zijn, zeker. Ja. Ja, en de Beerkluis. Vroeger was het geld natuurlijk het kloppend hart van de Rabobank. Dan heb je ook het kloppend hart het Beer. Vandaar de Beerkluis waar we nu stonden. Ja, en dat moet ik even vertellen, want dat is natuurlijk wel zemelijk uniek wat nu hij kan doen. Wat nu hij kan doen. Nou, wat hij kunt eisen, op het terras kunt zitten of wat ze wel. Kent u in de fridge zelf, kent u die beer komen goed zoeken? En we hadden op dit moment al een 65-tal bieren rondstonden in de fridge. Voorwel in de komende 2 jaar, je oeschrijft misschien wel 150 bis 160 soorten beer. Ja, die net van de tap komen. Op de tap zit er onder ons 18 uiteraard. 18 op de tap? Ja, dus, en hij, wieveel zaten ze? Op dit moment al 60. En voor dus kan ze voor 78 soorten doen? Al zo op dit moment, ja. En dan komen nu binnen en pakken ze een pilletje en... Een beersje en rekenen dan af. En rekenen dan af, ja. Bij de kassa, die meteen even duur zit, even. Dat ze een beersje zoeken, ja. Dat is echt uniek. Dat is zeker weten uniek. Ja, ik denk ook wel in Limburg. Ja, zeker. Voor jullie hier. Misha, we zijn enig nu in het eetgedeelte hoor, van de wirtschaft. Ja. Want hij kan me ook eisen. Hij kan me ook eisen, ja. Hele grote groeiende markt in Kerkrade. Ja. Restaurants zitten allemaal enorm vol. Ja, dat heb ik al een paar maal zelf ondervonden dat zo is. Ja, klopt. Dat is alleen maar jood natuurlijk. Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
ja, dit restaurantgedeelte, dat was een van de knelpunten wat we in de oude eetje afhouden. Dat, ja. Met zo'n mulig soze eisen met de vrouw. En, ja. Ja, voor ons komt bijvoorbeeld een groep vrijgezellen binnen of zoiets. En die zit zich dan over tot dus. En ja, dat had vrij droes gehaald. Ja. Dus zeg maar dat hartse vormen van die beerfridge. En aan de rechterkant het café, en de linkerkant het restaurant. Dus als je een groep binnen kunt, kan je mulig gewoon in de weertjaf staan. Ja, en dan stuurt dat zich en dan stuurt zich dat niet meer. Ja. En de kaart is nog hetzelfde gebleven als wat ze houdt? Alle gerechten worden zoals van koets, al weertjaf, de speerreepjes, zoevlees, dat is er allemaal nog. Ja. Maar we zijn uiteraard nog verder gegroeid met allerlei leuke nieuwe gerechten. Ja, zeker. Nou ja, nu moeten we komen kijken en eisen. Kijken en proeven, En niet met carnaval, want dan werd het gewoon... Carnaval is het, weertschaf. Gewoon, is het de vastelovensweertje. Wie allemaal. Ja, wie allemaal. Ja, okay. Zeker weten. Ja. We kijken nog even weer. Ja. En wat je natuurlijk ook met een weertschaf, dan is dat het berg stroomt. En nou ja, dat kan alleen maar mensen. Hé, hey, die hoeveelheid hast door. Want we werken lang niet meer met vuisten. Oh. Nee. Van de brouwerij kun je er tank kwamen. En vult ze. En die vult de tanks bij, ja. Veel stuks aan verleggen, de hoop van de vastelovend met terug te komen. Hoeveel liter is dat? Ja, dat zijn 4000 liter. 4000 liter berg. Kan ze zwemmen. Kan ze door met die dag terugkomen? Of werd nog je tank tussendoor? Het werd nog je tank tussendoor, ja. Ja. Gelukkig wel. En hij is, nou ja, de kelder van de wiertje, of hij wil vroeger gaan, maar de kluis hoor. Hij zong de kluis. Hij moet het geld verwaard. Ja. En nu is hij... Ook een soort van kostbaar jood in berg. Misha, bedankt dat voor u heid over zie. Dat verzoek gastvrij moet ontvangen en ding naar u iets af. Wens u veel succes. Dankjewel. En zeker met de komende vastelovend. Want dan ben je echt de proef op de som, hè, op het jood 3 en 2. Het bliet de vastelovend weer af. Dus. En dat wordt meteen ook het einde van deze allereerste echte uitzending van Beleefd Kerkraad televisie 2023. We zijn jaarwurm bij het terug, dat zal zien op zondag, toch 5 maart, om 1 uur op de vertrouwde zender. En natuurlijk wensen we u een geweldig schön vastelovend.